Voor de vijfde keer organiseerde de Lions Club Franeker Harlingen de nieuwjaarsduik. De inschrijfgelden zijn voor het goede doel. Ja, zoals altijd hebben we dit jaar weer een goed doel waar we de nieuwjaarsduik voor organiseren. En dat is in feite, verwijst dat naar de Tollships races. Toen hebben wij rondgevaren met Regina Andrea. 800 mensen die uit zorginstellingen komen of om andere redenen daar niet helemaal van hebben kunnen genieten. Die hebben met Regina Andrea een prachtige tocht gegeven. Nou, dat willen we iedere twee jaar gaan doen. De haven is altijd toch een mooi decor. Tollships races of niet, dus dat gaan we nu versparen. Dus ons motto is duik in zee en spaar met ons mee. Zo'n 150 deelnemers schreven zich in. Wij waren benieuwd naar de voorbereidingen. Hebben jullie dit al vaker gedaan? Nee, dit is onze eerste keer. Eerste keer is dit, ja. Fris het nieuwe jaar in. Ja. Hebben jullie getraind? Nee. We gaan gewoon zo. Hup. Verstand op nul en verstand rennen. Op nul en gaan. Ik ben al vanaf augustus aan het oefenen in de haven hier. Dus elke dag. Dus ik moet er dekken klaar voor zijn. Ben je er klaar voor? Niet helemaal, een beetje koud. Maar ik ben een koukleun. Dus. En hoe oud ben jij? 9. Ik denk dat jij wel een van de jongste deelnemers bent, denk je ook niet? Ja. Heb je er zin in? Ja. Ben je er klaar voor? Ja, tuurlijk. Ik vind het een leuke uitdaging met deze harde wind. Helemaal zin in. Niet alleen Harlingers namen deel. Het was een internationaal gezelschap. I'm from Brazil. I'm from Switzerland. And I'm from Chile. And now for me this is really strange weather because I live in the north of Chile, so it's always hot. And jump to this frozen water. No. Burgemeester Ina Scherps had de eer het startschot te geven. Vooraf vroegen we haar hoe de jaarwisseling in Harlingen was verlopen. Naar omstandigheden heel goed. Er zijn voor zover ik weet geen nare ongelukken gebeurd. Er is natuurlijk wel voor heel veel geld de lucht ingeschoten. En daar denken heel mensen heel verschillend over natuurlijk. Het was wel ongelooflijk veel mooi vuurwerk. Veel mooie vuurpijlen heb ik gezien. En een klein vuurton die in de brand werd gestoken. En een boom die in de brand werd gestoken. Maar dat was voor zover ik weet alles. En dat, daar mogen we gelukkig blij mee zijn. Natuurlijk werd er gedacht aan de veiligheid. Vrijwilligers van het Rode Kruis en de KNRM waren aanwezig en stonden paraat. Hier staan twee mensen die kijken alleen maar. Ja, hopen dat het zo blijft en dat we niks te doen krijgen. Ja, zeker. Wij zijn er zeker klaar voor. Mooi weer dus. Ja, laten we komen. Leuk. Goed getraind? Ja, absoluut. Zeker, altijd. Rond 2 uur was het zover. En hoe waren de ervaringen? Ja, maar het was heerlijk. Goed zo. Nou, gelukkig nieuwjaar. Hetzelfde. En hoe is het gegaan? Ja, heel goed. Supergoed. Ja, heerlijk. We zijn helemaal tot het einde doorgelopen en toen erin gedoken. Ja, perfect. Ja. Maar waren jullie getraind? Nee. Volgend jaar weer? En dan zijn we getraind. De intentie is dat we dit vaker gaan doen. Absoluut. Cheers. Cheers. Na de duik was er voor de deelnemers chocomel, erwtensoep en ontving men een oorkonde. Al met al een geslaagd evenement op deze eerste dag van 2023.